Superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we weer aan de slag met een heel mooi stuk. We gaan aan de slag met een vogelhuisje, want ook de vogeltjes verdienen een mooi plekje. Vind je dit nou leuk en wil je dit pakket bestellen? Dat kan. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Daarmee help je ons ook nog eens in deze tijd, want het is niet altijd makkelijk. Maar laten we positief blijven. En dan gaan we gauw aan de slag. Geabonneerd, doe dat dan en blijf op de hoogte van alle video's die ik maak. Je kan eventueel het belletje aanzetten, dan krijg je een melding als er een nieuwe video online komt. En doe een duimpje omhoog als je er zin in hebt. En dan gaan we gauw beginnen. Ik heb hier voor me een heel mooi vogelhuisje. Die is van zichzelf al heel erg mooi. En hierin gaan we een stuk maken. Een kerststuk, maar een stuk wat je na de kerst ook weer kan laten hangen. En waar we vogelvoer in gaan verwerken, zoals de vogeltjes er ook wat aan hebben. Dus dan heeft het een dubbele functie. En we kunnen gezellig bloemschikken en de vogeltjes hebben er plezier van. Ik heb Oase al even nat gemaakt. Let op dat je hem niet onder water duwt. En deze gaan we erin leggen. Ik haal er een klein stukje af om maat te maken. En het stukje wat ik overhoud doe ik er gewoon naast. Dan vul ik de zijkanten eerst op met verschillende soorten kerstgroen. Ik haal je even wat dichterbij, want dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Ik snijd de zijkantjes van de Oase even schuin. Je kan het gewoon weggooien, maar ik stop het eigenlijk altijd onderin. Neem toch altijd weer een beetje water op. Weggooien is toch altijd zonde. En dan steken we aan de zijkanten een heel mooi randje vol met kerstgroen. Je kan hiervoor verschillende soorten kerstgroen gebruiken. Ik gebruik nu conifea. Als je het eerste laagje gemaakt hebt, kun je gewoon nog een laagje erbovenop doen. We moeten sowieso de Oase opvullen, maar we werken eigenlijk vanaf de buitenkant eerst verder. Dus je doet het volgende laagje op het kerstgroen. Ik kies hier nu voor ander groen. Ik maak elke keer eventjes de onderkant goed schoon, dus daar haal ik de naaldjes weg. En dan snij ik het even aan en dan steek ik hem er diep in weg. Dit doe je eigenlijk met elk kerstgroen. En dit blijf ik elke keer herhalen. Dus ik ga nu weer over op het volgende groen. En dat zet ik er weer bovenop. Zo creëer je een beetje als het ware een biedermeier van buiten naar binnen. En creëer je een mooi vol effect in het vogelkooitje. Als je dan nog gaatjes hebt, dan kun je het verder opvullen met bijvoorbeeld de conifea of ander groen wat je hebt gebruikt. Of misschien zie je wel helemaal ander groen wat je graag wil gebruiken. Maar je zorgt er dus nu voor dat alle oases weggewerkt. Zoals je ziet is het kerstgroen nu al heel mooi verdeeld.
En is de oase niet meer zichtbaar. We gaan nu even wat mos toevoegen aan het stuk. Maar omdat de vogeltjes nog wel eens het mos ertussen weghalen, is het dus belangrijk dat je stuk echt mooi volgestoken is. Zodat wanneer ze het mos ertussen weghalen, dat je niet in één keer een heel kaal stuk hebt. Steek hem dus daarom eerst echt heel goed vol met het kerstgroen. Dan gaan we nu het mos ertussen verdelen. Normaal gesproken zou ik dat allemaal heel goed gaan vastzetten met krammetjes. Maar omdat ik dat toch een beetje gevaarlijk vind, misschien voor de vogeltjes, gaan we het er gewoon voorzichtig tussen doen. Omdat je er mooi vast tussen kan duwen, is het op zich geen probleem voor de stevigheid. Juist omdat de takjes zo mooi vol zijn. En ik verdeel het gewoon in het stuk tussen het kerstgroen. Ik vind het nu zelf al heel erg mooi, terwijl we eigenlijk nog helemaal geen kleur hebben toegevoegd. Maar dit maakt hem toch wel, vind ik echt een mooi stuk. Om kleur toe te voegen gebruik ik mooie ilex takken. Deze kun je in delen gebruiken of helemaal, maar ik ga hem in delen gebruiken. Soms vind ik dat toch wel zonde van de mooie tak, maar goed, in het stuk is het wel weer mooier. Ik heb zojuist gelezen, want ik heb even goed opgezocht. De ilex is een voedselbron voor vogels. Maar niet voor de mensen, maar goed, gelukkig hoeven wij niet op te eten. Die steek ik er mooi bij tussen, zodat het een kleurrijk geheel wordt. En de takjes die ik eraf heb gehaald, die steek ik er ook bij tussen. Ik doe dit aan één kant, maar je kan het ook verdelen naar eigen wens. Geef gelijk mooie kleur aan je vogelhuisje. Dan heb ik natuurlijk, om niet te vergeten, zelf het vogelvoer. Deze kan je vastzetten in het stuk onderin, zodat ze er zo aan kunnen eten. Je kan het er ook opmaken. Maar ik denk dat het wel mooi is om hem ertussen te zetten, zodat dan het vogeltje op het vogelkooitje kan staan en op die manier kan eten. Ik zet dit voor nu vast met krammen, maar je kan dit natuurlijk thuis gewoon zo los erin leggen. Maar mocht je het sterker vast willen hebben met krammen, maar mocht je dit te gevaarlijk vinden voor het vogeltje, kan je hem natuurlijk gewoon zo vasthouden. Vastleggen, dus gewoon neerleggen. En dan heb ik ook een mesebol die ik erin stop. Jongens. Kijk hoe leuk dit vogelhuisje al wordt. Oh, ik ga hem straks gelijk ophangen en zullen de vogeltjes blij mee zijn. Dan heb ik nog mooie dadeltakjes die al ingedroogd zijn. Maar ik weet dat de vogeltjes dit ook leuk vinden. Die kan je in het stuk verwerken. Maar wat ook heel leuk is, is om hem bovenaan vast te maken. Zo creëer je echt een geheel met de boven- en de onderkant. Ik bevestig hem even bovenaan met een klein ijzerdraadje. Let wel op dat het niet uitsteekt dat het gevaarlijk wordt, maar dat je het echt netjes wegwerkt. En wat natuurlijk ook leuk is, is om eventjes een toefje kerstgroen aan de bovenkant te doen. Dat geeft echt een mooie sfeer in het geheel. Deze bevestig ik ook eventjes met een ijzerdraadje. En om het nog eventjes helemaal af te maken, voegen we nog eventjes wat kerstballetjes toe. Deze kan je natuurlijk na de kerst gewoon verwijderen, waardoor je het stuk gewoon mooi kan laten hangen. Want een vogelhuisje kan natuurlijk altijd en dan zijn er vogeltjes extra blij mee. Maar voor nu vind ik het wel leuk om die nog even extra te bevestigen. Dat doe ik gewoon weer met een ijzerdraadje. Let wel weer op dat deze netjes afgewerkt worden, zodat er niks raars uitsteekt. Dit doe ik aan de bovenkant, maar je kan het natuurlijk ook onderaan doen. Daar kun je je eigen stijl in geven. Toch gezellig. En je kunt ze natuurlijk aan de bovenkant gewoon ophangen. Dan heb ik nog wat leuke dennenappeltjes die ik ook in het stuk zelf verwerk. En dan vind ik hem eigenlijk al heel mooi en ga ik hem afwerken. Deze zet ik eventjes vast met een ijzerdraadje. En dan hebben we hier een heel mooi apart vogelhuisje. Een heel mooi bloemstuk waar je de vogels ook nog eens meer blij maakt. Dus een win-win situatie. Wil je dit pakket nu zelf bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het pakket compleet kan bestellen.
En daarmee help je ons ook nog eens in deze tijd. Dus dat is alleen maar goed. Win-win. Allemaal win-win vandaag. En daar wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle video's die ik maak. En deel jouw creatie op Facebook en Instagram naar aanleiding van mijn video's. Of je nou een pakket hebt besteld. Of je hebt zelf een leuk bloemstuk gemaakt naar aanleiding van mijn video's. Deel dat. Dan maak je ook nog eens kans op een leuke prijs. 1 keer in de maand wordt dan een winnaar bekendgemaakt. Dus dat is zeker leuk. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan zien jullie bij de volgende keer weer. Doei!